Hi allemaal. Ik heb gisteren mijn familie ontmoet. Het was even heel hectisch. Want ineens was mijn auto om deur en mijn achternicht was er en mijn andere achternicht was er en haar man was er en haar vriend was er en ik snapte het allemaal niet meer. Maar het was echt super gezellig, echt hele leuke mensen. Ontzettend lekker gegeten, helemaal na al de noedels. And not much of anything else. I got a locket full of notes or melodies on count Elvons. Oké, we zijn nu in Melbourne. Laatste dag. Laatste dag in Melbourne. Ja, ongeveer. En vanavond gaat hij naar huis toe. Business class. Hij heeft een luxe vlucht natuurlijk. Natuurlijk. We gaan zo even een torentje kijken. Om de uitzicht. On the rooftop van Melbourne. Om een uitzicht te hebben over Melbourne. Dus. Zo, we staan al in de uitkijktoren. Het is hoog. Het is heel hoog. Maar je ziet wel echt heel Melbourne. Super gaaf. Ik heb echt een super leuke dag gehad met oma Wil en met zijn collega, zijn Australische collega. En ik ben de afgelopen tijd behoorlijk ziek geweest en ik kreeg een smsje. Maar ik heb een mandelsteking gehad en ik krijg morgen de bloeduitslag. En ik heb maandag mijn MRI voor mijn been. Dus het gaat allemaal heel moeizaam, maar ik kom er wel en ik word wel wat beter. Het is gewoon even heel vervelend. Vooral omdat je geen ziekenbezoek krijgt van Sophie en Boede. Nee, het is gewoon heel vervelend, want je wil heel gezellig doen tegenover je familie natuurlijk. Want je bent hier niet meer zo lang. Maar praten ging dus de afgelopen dagen niet. Vandaar dat ik een tijd niet heb gefilmd. Het komt allemaal goed. Saai, bla bla. Vandaag wel leuk. Toppie. Het komt wel. En dan komt de zon op en alles begint te leven. De dag begint duidelijk vorm aan te nemen. De dauw wordt regen, maar de zon komt eraan. Starend naar de horizon lijkt alles stilstaan. Toch vertraagt de beweging. Neem het in me op, ooit zie ik het terug. Ook al is het ver gezocht, het is niet te verklaren. En nog is de poging genoeg. En exact waar ik naar zocht is een vreemde relatie, toch ik blijf. Ik heb net 2 jaar door het hele park gelopen, wat gigantisch is. En het ligt aan een rivier. Dus er komen kamers voorbij, er komen roerbootjes voorbij, er komt van alles voorbij, er komen heel veel fietsers voorbij. En een super mooi plekje, ik zit hier nou met mijn boek. Check dit. Zo, vandaag ga ik lekker zelf op pad naar het aquarium. Zin in. Ik heb een nieuw vriendje gemaakt. Ja, zeker waar. Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuigt als een goose. Ze hebben hier gewoon pinguïns. Dat is dat. En ik zei nee, een kopje mochaccino's te lurken. Bij echt een heel mooi aquariumpje, visje dingetje. Wat je doet is het zo leuk. Het is echt leuk. Ik ben blij dat ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Nou, is toch leuk? Is this yours? I think you're pretty cool. Mr. Seahorse, I see you swimming over there.
friendly. Het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen. Aquarium zat er weer op. Ze hadden pinguïns. Hoe blij kan je me maken zonder jij? Ik heb geen idee waar ik nou uitkom. Maar niet uit. Het was te gek. Awesome.